Ja, ik vind het ook heel erg, mama. Ik vind het ook heel erg. Ja, tuurlijk is familie heel belangrijk. Maar ik heb een eigen zaak. Ik heb een eigen zaak. Ik kan toch niet zomaar naar Marokko komen? Noem je dit een tosti? Luister, Ab is serieus geworden. Ik heb 12 man in dienst. Als ik de zaak nu dichtgooi, dan ga ik failliet. Moet je nou toch kijken? Dat je dit hier aan het ongedierte te vreten geeft, dat is tot daar aan toe. Maar zo gek krijg je mij niet. Wat? Het enige ongedierte hier ben je zelf, man. Nou ja. Ben je helemaal van God los? Nee, dat is boer, man. Ja, ik krijg de groeten van mijn moeder uit Marokko. Jij hoort nog van me. Daar was ik al bang voor. Nog gecondoleerd? Ja, dankjewel. Wat moet ik dan in godsnaam met de zaak doen? Sorry, ik heb echt geen tijd om op de kleuters te passen. Het is maar voor een paar dagen. Yeah, right. Een Marokkaan die naar Marokko gaat voor een paar dagen. En ik heb trouwens ook nog tentamens. Als jij haar deze kroeg laat runnen, wordt het meteen Samira Sappi's bar. Ja, ik wou eerst jou vragen. Maar ja, dan wordt het meteen Moesie's Mietjes Point. Of Robbie's Rasta bar. Samira, je bent echt de enige die me kan helpen. Ik zou het wel willen doen, hoor. Wat? Ik run deze kroeg met twee neuzen in mijn vingers, man. Volgens mij heb je niet zoveel keus. Als je koffie wil zetten, moet je eerst het pistool erin draaien. Ja. Wat belangrijk is dat je wacht tot het rode lampje uit is. Je moet er elke dag een keer goed leeg laten lopen. En daarna stop je de schroevendraaier hierin om het gat te dichten. De beste manier om leeg te laten lopen is door de pijp een kwartslag tegen de klok in te draaien. Heb je nou opgelet? Ja, ja, schroevendraaier. 3 kilo's in. Schuin toch? Juist. Niet recht, maar schuin. Zie? Hup, schuin. En zorg dat je elke avond schoonmaakt. He? Elke avond. Jongen, geef je sleutels nou maar. Gaat het misschien sneller als ik de koffie zelf uit Zuid-Amerika haal? Ja, dan ben ik tenminste een tijdje van je fucking gezeik af. Zo, heb je een date? Boven, in mijn kamer, een muis. Er zit een muis. Terwijl hier de kaas staat. Hoe werkt dit fucking ding eigenlijk? Kunnen jullie hem vangen? Ah, is het stoere meisje nu ineens bang voor een muisje? Bang voor een muisje? Ik? Natuurlijk niet. Ik heb alleen geen tijd om hem te vangen. Ga je nog afstoten of? Nou, dan ga ik maar een muizenvalding scoren. Hebbes!
Lucas, ik hoef maar één tosti, hè? Ja, komt eraan. Als je nog verrotte kaas wil. Hey Moesie, wil jij een chippy? Ik ben echt kinderachtig van je, Robbie. Ja, hier staat dat het om 10 uur open ging. Marokkaanse tijd. U bent de eigenaar? Inderdaad. Kees Tromp, keuringsdienst van Waren. We hebben de afgelopen dagen een aantal klachten gekregen over de hygiëne in uw etablissement. En gek genoeg ook een heel aantal over de koffieprijs. Zullen we maar naar binnen gaan? Ja, natuurlijk. Shit. Sleutels thuis vergeten. Natuurlijk. Prima, dan kom ik om 2 uur terug. 3 uur? 2 uur. Oké, tot 2 uur. Hey, Jap. Hoe is het daar, jongen? Hoe het hier gaat? Ja, top! Ik zweer het! Ja, ik ben er nog. Staat je goed, man? Zo, zet jij de traditie van je vader voort? Doe mij maar een tosti met... Jongens, als deze kroeg niet voor 2 uur vanmiddag schoon is, dan kunnen we weer in portiekjes gaan hangen. Vanmiddag komt de keuringdienst langs. Succes. Ja, sterkte, joh. Je denkt toch niet dat ik hem in mijn eentje schoon ga maken? Hé, moet je luisteren. Jij wil een café runnen. Ja, en Moesie maakt nooit schoon. Dan kan Moesie beter een ander café gaan zoeken, waar hij op rekening kan drinken. Ik, Mark wil de tosti-apparaat schoon. Die eetzwaren die moeten even afgedekt worden, anders dan trekt het ongedierte aan. Maar verder is het allemaal net in orde. Wat? Geweldig, dankjewel. Wilt u namens ons koffie van de zaak? Ik ben niet gevoelig voor omkoping. Kan ik even gebruik maken van het toilet? Is de deur links. Ik zei het toch? Ik kan deze kroeg met 2 neuzen in mijn vingers leiden. Afblijven. Het moet schoon blijven, vriend. Laat me u helpen. Ik heb genoeg gezien. Wacht even. Ik ben de eigenaar van dit café niet. Oh, papieren niet in orde. Nou, dat lijkt me helemaal einde verhaal. De eigenaar is mijn beste vriend. Hij is voor een begrafenis naar Marokko. Hij werkt echt keihard voor deze zaak. U kunt het niet sluiten omdat ik alles verkloot. Alsjeblieft. Oké, ik geef je tot het einde van de dag. En als het dan niet in orde is, dan gaat u naar die vriend van u toe om te vertellen waarom hij zijn vergunning kwijt is. Dank u wel. Vergeet niet een handdoek mee te nemen, hè?
Jongen. Weet je wat een loodgieter kost? Relax, jongen. Je hebt het toch allemaal geregeld? Is er nog koffie? Heb je de hele nacht door zitten leren of zo? De hele nacht boven op een stoel gestaan. Stil eens. Is het stoere meisje toch bang voor het muisje? Jongens, wie heeft er van de hagelslag gegeten? Zijn dat geen muizenkeutels? Nou, die muis is in ieder geval verhuisd. De muis? De keuringsdienst komt langs! Zo, hebben ze deze tent eindelijk dichtgegooid of moet ik nog steeds een vermogen neertellen voor een laffe bak? Ik weet niet wat je komt doen hoor, maar we zijn gesloten. Echt waar? Zijn ze langs geweest? Nou, vertel dat vriendje dan maar dat Henk Boerman niet met zich laat zollen. Ik krijg elke kroeg dicht. Hoezo? We zijn nog gewoon open, hoor. Alleen nu niet. Wat? Mag dit hier zo gewoon open blijven? Ja, waarom niet? Getverdemme, stelletje klote ambtenaren. Gouden handdruk hier en een gouden handdruk daar. En nog te beroerd om een tent dicht te gooien. Klootzak is het. Boerman is een NSB'er. Grote verrassing. Hij zou zijn eigen kat nog aangeven. Ik ben zo terug. Waar ga je heen? Samira, ben je zwanger? Ik wist niet eens dat je een vriendje had. Fledder gaat ons helpen. Ja, Fledder komt... Mocht je Fledder lenen? Zoiets. Ik breng hem morgen weer terug. Maar Fledder is een huiskat. Zo'n muis moet je met grof geweld aanpakken. Search and destroy! Kutbeest. Je moet tegen hem praten. Het is een kat. Ja. Dieren die luisteren naar je als je tegen ze fluistert. Ja, dat is net zoals met planten. Let maar op. Even, ik was er niet klaar. Goed, plan B. En Fledder dan? Fledder heeft gefaald. Nou, die zijn we kwijt hoor. Moeten we niet gaan zoeken? Eerst die muis, dan Fledder. Sorry hoor, maar dat duurt veel te lang. Oh, geef het dan maar aan mij, die kan ik wel gebruiken. Ja. Tosti kaas,
stroop en hagelslag. Zijn ze gek op. Ja, jij kan het weten. Ik ga hem levend vangen. Ja, ik zoek zijn holletje en ik rook hem eruit. En daarna laat ik hem lekker los in het bos. Jongens, dat is maar één manier waarop je met dit soort terreur moet omgaan. Schot tussen zijn oogjes. Ladies and gentlemen, we've got him. Ladies and gentlemen, we've lost him. Fuck. 24 uur service. U had een waterprobleem. Ja, er is een leiding gesprongen daar achter in de wc. Oh. Duur geintje worden. Boerman, alles goed? Nee, helemaal niet goed. Mijn kat is gejat. Is hij niet gewoon weggelopen? Waarom zou hij bij mij weglopen? Nou, heeft u niet misschien een raampje open laten staan? Denk je dat ik hier een raampje zou open laten staan? Weet je wel wat er allemaal in de buurt woont? Maar ja, de politie weet ervan. Kan ik dit even ophangen? Ja, tuurlijk. Meneer Tromp! Koffie? Nou, u kunt uw beleefdheden voor zich houden. Ik begin wel meteen met de keuring. Zo, ben je er al? Pardon? Had je het soms te druk met klaverjassen? Ik heb je dagen geleden al opgebeld. Laat u de papieren wel zien. Het is hier een rovershol. Een passie van de kakkelakken en dergelijke dingen meer. Ik heb het even bekeken. Maar het gaat u zeker €250 kosten. Wat? Ik heb je gevraagd of je de wc wou repareren, niet wat pimpen. Zal ik het zomaar laten dan? Rustig, komt goed. Accepteert u ook tosties? Wat is dit allemaal? Ab! Dit is meneer Tromp van de keuringsdienst. Heb je toevallig €250 bij je? Voor de loodgieter. Wat doet de loodgieter hier? Wat doet de keuringsdienst hier? Waar ben je mee bezig, man? Ik was dus tosti's aan het maken. Toen zag ik Robbie en die zei tegen mij dat ik... Nee, jongens, stil eens. Ik wist niet dat u een kat had. Heel verstandig. Maar dat is Fledder. Dat is mijn kat. En wij hebben hem gevonden. €250. U kunt uw geld zo krijgen. Prima, dan gaan we aan het werk. Rachid, ik zweer het je, man. Ik was bang dat je er één groot puinhoop van zou maken. Maar je hebt het echt fantastisch gedaan, man. Heb je geen zin om af en toe in te vallen in weekenden en zo? Ab, ik weet dat ik heel erg veel talent heb, maar ik hoor toch aan deze kant van de bar. Ik kan je natuurlijk wel af en toe een tip geven. Adviseur Rachid Boussabon. Dat gaan we vieren, man.
Sluit je af. Ja, we gaan even een pizzatje halen. Ga je mee? Ab betaald. Ja, leuk. Pas op een muis! Geintje! Wat heb jij nou, man? Muis in café broodje af. Kom hier poelen zeker. Deze jongen haalt het papiertje eerder dan jij. Dries, je moet gewoon sparen en naar een echte rijschool gaan. Een aantal is net een chickie. Als je te snel gaat, dan schrikt ze. Kijk uit!